Als je kritisch bent op een vergadering, we hebben altijd een vergadering in het land, dan krijg je achteraf te horen van je moet eens leren om je mond te houden. Dan ben ik daar heel slecht in. En dat resulteert dan dat je daar voor gestraft wordt door middel van het niet omhoog gaan in je loonschaal of je krijgt een gesprek die week daarna op kantoor. Je wordt er in ieder geval op aangesproken. Roy Hutters werkt al meer dan 15 jaar voor Douwe Egberts in de boetendienst. En zijn ondervinding is neffens het vak boen geen uitzondering. Het is eigenlijk op alle locaties wel aan de orde. Bij jouren ook echt in de fabriek is het aan de orde. Op de kantoren is het aan de orde. We hebben ook geluiden uit het hoofdkantoor, dus het is echt heel breed. De problemen bij DE zoenen begon wezen nooit het bedrijf van Line hier de beurs opgieën. Het lijkt wel alsof er een andere cultuur neergezet moet worden. Er zijn heel veel managers vervangen. Van de top eerst, en dat is langzaam omlaag gezakt. Er zijn heel veel lagen veranderd. En met die verandering van management is dit erin geslopen. De vakbonden hebben de medewerkers van DE in een brief vregen om haar mening over het bedrijf. In een paar weken wien er al meer dan 200 reacties weromkwam. De resultaten van de vakbondsenquête kwamen van de directie als een verrassing. Concreet herkennen wij ons voor een deel niet in de resultaten, maar een deel ook wel. Zo wordt er gesproken van een angstcultuur. Dat herkennen wij niet. We hebben vrij recent nog een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder al onze medewerkers. Dat thema komt hierin niet naar voren. Werkdruk daarentegen, dat is wel iets terug hebben gekoppeld gekregen van onze medewerkers. Maar neffens DE is de werkdruk bij haren net heger als bij oren bedrijven. De medewerkers hebben intussen hoop dat met de mogelijke overname van het bedrijf door de Duitse investeerder JAB de situatie weer beter worden zal. Ik zie het in ieder geval positief in. Ik ga ervan uit dat we vanaf maandag, dat klinkt natuurlijk heel zwart-wit, maar vanaf maandag gewoon die angst thuis kunnen laten en alles eromheen. En dat we in de nabije toekomst kunnen zeggen van jongens, we maken er weer een wereldmerk van. En we gaan positief, zonder angst, zonder stress naar het werk. En dat is ook wat we verdienen met z'n allen.